De schilder die schildert liefst 1 keer in de 4 jaar. Alleen we zullen als verfindustrie, inclusief de schilder, concurreren moeten zijn met bouwstoffen die veel langer meegaan als hout of staal wat afgeschilderd wordt met een coatingslaag. Dus wij ontwikkelen ook producten die een onderhoudstermijn hebben van 10, 12 jaar. Zodat we die concurrentie ook aankunnen. Wij maken verf voor de Nederlandse bouwkolom, voor name de schilders, die afgezet wordt door de Nederlandse groothandel. De laatste innovatie bij Dross Coatings is de nieuwe Deventail Supreme. Dat wil zeggen dat we inspelen op milieu en duurzaamheid. Dus 52% bio-based is het product. Maar ook meteen de kwaliteit voor de Nederlandse schilder. En die heeft belang bij dat het product een heel seizoen lang goed droogt, ook bij lage temperaturen. Nou, we hebben natuurlijk een productieunit. Dat zijn mensen die dus ervaring hebben in het maken van verf. En daarnaast hebben we natuurlijk een laboratorium met 4, 5 mensen die dus daar ook in gespecialiseerd zijn. Als je verf gaat maken, als je gaat ontwikkelen, begin je eigenlijk achter je bureau. Hè? Je gaat met een beetje je kennis die je hebt, ga je iets samenstellen en dan ga je dat draaien. Hè? Met behulp van dissolvertjes, dat zijn gewoon mengetjes op laboratoriumschaal. In samenwerking met de grondstofleveranciers, want de grondstofleveranciers die bieden jou een pakket waar je een keuze uit mag maken. Je hebt heel veel verschillende grondstofleveranciers met verschillende spullen, maar waar je een goede band mee hebt of als hele mooie dingen maken, daar wil je dan gebruik van maken. Biobased is voor ons producten en grondstoffen zeg maar, die hernieuwbaar zijn. Een voorbeeld is dat onze oplosmiddelen gemaakt worden uit sinaasappelschillen. Dan voelt u wel aan, dat is een minder chemisch traject. En daardoor gaat het percentage bio-based snel omhoog. En daar maken wij gebruik van. Nou, de energievoorzieningen van dit bedrijf halen wij voor 70% uit zonnepanelen die gestationeerd zijn bij ons op het dak. In principe wordt het blikje liter wordt duurder. Maar als je van 8 jaar naar 12 jaar gaat in het onderhoudsproces, dan voel je al aan dat dan een vierkante meter prijs materiaal gereduceerd wordt, in dit geval met ons zeker met 20%. Nou, de schilders die kunnen hun kennis vergaren door de informatie te halen bij hun groothandel. Maar het is dus wel zaak dat zij het verhaal goed over kunnen brengen naar de schilders. En daarnaast organiseren wij dus dagelijkse cursussen voor schilders, stucadoors, op de laatste ontwikkeling en in de laatste producten die we hebben ontwikkeld.